Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij de masterclass van vanavond die in het teken staat van opties handelen, implied volatility, deel 2. Dit is het vervolg op de masterclass die wij vorige week donderdag hebben gegeven, de basis, de introductie tot het handelen van opties. Vandaag borduren we er eigenlijk op voort. Ik denk dat de materie net ook wat interessanter gaat worden, met name iets meer een blik werpen op de praktijk. Ja, en in het komende uur en een kwartier ga ik u met name iets vertellen over de implied volatiliteit. Ik begin even kort met een introductie over mijzelf. Voordat ik hierop verder ga, is het belangrijk dat u uiteindelijk gebruik maakt van de full screen modus. Dus als u nu de software voor u heeft, kunt u in het scherm waar u mij ook ziet staan en de slide, dit scherm groot maken. En door dat te doen heeft u uiteindelijk ook volledig de slides in beeld en kunt u denken op de optimale manier meekijken met onze masterclass van vanavond. Zoals ik al zei, ik ben Tycho Schaaf, ik ben bij Links beleggingsspecialist. Ik doe dit werk al sinds 2007, dus nou ja, ik loop hier al aardig wat jaartjes rond. Ja, in die periode heb ik eigenlijk van alles en nog wat gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier ook ben gekomen uit de passie voor de beurs zelf. Dus ik heb veel gehandeld. Ik handel nog steeds, eerlijk gezegd, de afgelopen jaren vooral in de futuremarkten. Hiervoor heb ik ook aandelen gedaan. Opties doe ik ook nog wel eens ertussendoor. Nou, allemaal hun eigen specialiteit, zou je zeggen. In ieder geval zo zie ik het. En mijn focus ligt met name in opties en futures. Daarnaast schrijf ik ook regelmatig blogs op de website van Links, op de website van DFT. Iedere vrijdagochtend kunt u daar van mij een bericht lezen. Dus als u het leuk vindt en morgenochtend naar de website gaat, kunt u daar op uw gemak ook een leuk bericht lezen. Ik ben ook via Twitter te volgen. Mocht u het leuk vinden, kunt u mij toevoegen. En daarnaast heb ik vorig jaar een optieboek geschreven. Voor iedereen die het leuk vindt, u kunt het ook aanvragen bij ons. En dat is een e-book, krijgt u digitaal van ons. En daar zit een hele hoop materie in die eigenlijk dekkend is voor wat wij in de komende masterclass, de derde in dit geval, en de vorige en die vandaag, gaan behandelen. Dus al met al het complete plaatje, vind je het interessant, dan hebben wij daar dus een mooi e-book van. Wat staat er op het programma vandaag? We beginnen ten eerste even met een korte terugblik van de masterclass van vorige week. Even de optiegriep weer aanscherpen. Ik ga ervan uit dat niet iedereen vorige week er ook bij was. Dan is het toch denk ik wel even handig om nog een korte samenvatting te krijgen van de strategieën. Waar we op verder gaan borduren, maar met name wat is een delta, wat is een gamma, vega en theta. Daarnaast wil ik een drietal optiestrategieën met u doornemen. Die zijn, vind ik, toch wel iets complexer dan die van vorige week. Toen hadden we het onder andere over een call of een put, of een covered call of een covered put. Nou, nu wil ik gaan kijken naar onder andere vertical call spread of put spread, een straddle en een iron condor. Nou, er zijn er uiteraard veel meer. Als ik die stap voor stap met u zou willen bespreken, dan zouden we eerlijk gezegd toch aardig wat masterclasses hierover moeten inplannen. Dus ik heb er een aantal uitgekozen die, denk ik, over het algemeen wel pakkend zijn voor het onderwerp. Daarna wil ik ook behoorlijk wat tijd gaan investeren in de implied volatility. Uiteindelijk waar ook de masterclass vandaag over gaat. Interessante materie. Hoe zit het met de historische volatiliteit? Hoe zit het met de implied volatiliteit? Waar slaan ze op en hoe steekt dat verhaal in elkaar? Als laatste wil ik ook nog even kijken naar de impact van volatiliteit op opties. Naast het theoretische gedeelte wil ik nog even een korte blik werpen op de praktijk. En dat borduurt weer verder op wat we gaan zien volgende week. Volgende week donderdag heb ik namelijk deel 3 op de planning staan. Dan wil ik met u gaan kijken naar het handelen van opties op markten. Dus dan moet je er echt van uitgaan dat we de praktijk induiken. Ik kom er met voorbeelden van bepaalde strategieën die werken op het moment dat u verwacht dat de beurs naar beneden gaat. Bepaalde strategieën die werken op het moment dat u heel veel volatiliteit verwacht of juist niet. Dus dan duiken we echt de praktijk in met voorbeelden. En als laatste, iets wat u veelvuldig ook terug heeft zien komen, de Risk Navigator. Hoe zit dat nou precies? Wil ik ook het platform erbij pakken om aan de hand van ons handelsplatform te laten zien waar vindt u de Risk Navigator terug en hoe gaat dat verder in zijn werk? Voor de mensen die iets laten instromen, ik herhaal het graag nogmaals. Aan de linkerkant ziet u de video van mij. U zult geen slides terugvinden in het programma zelf waar u zit. Dus zorg ervoor dat u de video op het grootst mogelijke scherm zet, fullscreen. Dan kunt u mij goed zien. Hopelijk ook goed horen en dan kunnen we op die manier optimaal wat opsteken van vanavond. Even een korte herhaling van de materie van vorige week. We hebben het toen gehad over de waardering van opties. Nou, waar hebben we het onder andere over? We hebben het over een delta, een gamma, een vega en theta. Ik heb hier de juni opties neergezet. Onder andere strijkprijs 480, 490 en 500. We zien hier de verschillende delta's. Delta 0,48.
Als u goed heeft opgelet, dan weet u dat dat de At the Money optieserie is. Tenminste bij 0,50. Nou, dat is in dit geval de 4,90 optie. We hebben de gamma, die is daar het grootst. De vega is het hoogst. En hetzelfde geldt voor de theta. Dus dit zijn die vier optiegrieken. En dan lees ik nog even samen met u de materie door waar we toen over gehad hebben. Ten eerste, de optiegriek delta. Die geeft weer wat de gevoeligheid is van opties voor een prijsverandering in de onderliggende waarde van 1 punt. Dus simpel gesteld, als de AX van 4,89 stijgt naar 4,90, dan laat de delta zien met welke waarde, theoretisch, de prijs van de optie toeneemt. Daarna hebben we de gamma. De delta is namelijk niet constant, die varieert. En die variatie daarin wordt weergegeven aan de hand van de gamma. Dus waar het op neerkomt is dat u heeft die delta van bijvoorbeeld 0,50. We zien dat de AX een punt is gestegen. Dan wordt die nieuwe delta van de call-optie in dit geval delta plus gamma. Dus de gamma wordt erbij opgeteld en op die manier krijgt u een hogere delta. Vandaar dat een in-the-money optie een hogere delta heeft dan bijvoorbeeld een out-of-the-money optie. Dus de veranderlijkheid van de delta wordt getoond aan de hand van de gamma. Als derde, de vega, met name interessant voor vandaag. Dan praten we over de gevoeligheid voor veranderingen in de implied volatiliteit. Dus waar komt het op neer? U heeft een optie, die wordt geprijsd aan de hand van een bepaald percentage verwachting in de bewegelijkheid. De AX is misschien ongeveer 1% bewegelijkheid per dag op dit moment. Tenminste, zo zien de optiemarkten het. Als dat percentage toeneemt van 1% naar misschien 2%, er wordt ontzettend veel meer beweging verwacht, want er is iets gebeurd in de wereld, onzekerheid neemt toe, dan zult u zien dat de opties duurder worden. Nou, de vega geeft weer met welke mate die opties duurder of goedkoper worden, afhankelijk van de wijziging in de implied volatiliteit. En dat heb ik vorige week al eventjes tussen neus en lippen doorgeteld. Als de implied volatiliteit toeneemt, worden opties duurder. Als de implied volatiliteit afneemt, worden opties goedkoper. Dus dat is wel even belangrijk. Toename van volatiliteit staat gelijk ook aan een toename van de optiepremies. Andersom, afname van de volatiliteit zorgt ervoor dat de opties goedkoper worden. Als laatste hebben we ook nog de theta. Nou, ik denk eigenlijk dat dat de makkelijkste en ook de meest aansprekende optiegriek is voor de meeste beleggers, want die slaat namelijk op de tijdswaarde. Dus de theta toont wat het waardeverschil is op dagbasis als er weer een dag is verstreken. In de simpele zin, als vandaag voorbij is, nieuwe dag, de theta toont hoeveel tijdswaarde die optie verliest. Dus als een optie een theta heeft van 0,2, betekent dat de tijdswaarde die er per dag uitloopt 0,2 euro is. Hoe zit dat verhaal verder in elkaar? Want ik denk wel dat dat iets is wat een hoop beleggers aanspreekt. Opties die kort lopen, zullen relatief gezien meer tijdswaarde verliezen dan opties die langer lopen. Dus met name voor de kortlopende opties zult u zien dat de theta heel hoog is en het waardeverlies van de tijdswaarde dus ook van significante impact is op de prijs van opties. Kijk je naar een optie die bijvoorbeeld nog een paar jaar loopt, dan zult u zien dat de theta ontzettend klein is en in die zin dus ook heel weinig invloed heeft op de prijsontwikkeling van een optie. Even terugschakelen naar de vorige sheet. Zien we hier bijvoorbeeld ook staan, wat hebben we met de theta? Die is min 0,16. Dus zo'n call-optie die nog ongeveer 36 dagen heeft tot expiratie, ja, het verlies aan tijdswaarde is daar 16 cent per dag. Nou, dat is op een optiepremie van bijvoorbeeld 10 euro voor de At the Money call 4,90 vrij beperkt, zeker in verhouding tot de delta. Zouden we kijken naar een optie die morgen expireert, want ja, u weet, morgen is het derde vrijdag van de maand, dus dan is de mei-expiratie, dan zult u zien dat die theta gigantisch hoog is. Dus het verlies aan tijdswaarde voor die opties is veel groter. Dat was even een hele korte terugblik op vorige week. U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan mij. Dus mocht u zoiets hebben van Tigo, waar heb je het over? Het gaat me even te snel, het is me niet duidelijk. Stel gerust een vraag en dan ga ik daar graag op in. En ik denk echt dat dat belangrijk is. Het is een masterclass, dat betekent dat het niveau zeker van deze masterclass en de volgende ja, toch al aan de hoge kant zijn. Het is een hoop theorie, maar die uiteindelijk denk ik wel van belang is voor de laatste masterclass om ook uiteindelijk dit door te gaan zetten in de praktijk. Ik wil beginnen met een aantal optiestrategieën voor u. En ik heb in dit geval gekozen voor een vertical spread op de AX. Een vertical spread is niets anders dan het kopen van een optie en nog een optie verkopen. Dus u koopt bijvoorbeeld een put omdat u wilt inspelen op een daling van de AX en dat is een put 470 juni. Wat u doet is dat u niet alleen één put koopt,
Daaronder schrijft u ook nog een put juni 460. Dus stap 1, koop een put. Stap 2, verkoop een put. Nou, dat betekent eigenlijk twee dingen. Ten eerste, neemt jouw investering af. Want in plaats van dat ik alleen een losse put koop, verkoop ik nu ook een put. Dus mijn investering wordt lager. Daarmee is mijn risico dus ook kleiner. Want als ik één put had gekocht los, ja, dan was ik een veelvoud kwijt van de combinatie. Ten tweede neemt ook mijn potentiële resultaat af. De winst. Want u begrijpt, als ik een put 470 koop en ik schrijf een put 460, dan is mijn maximale resultaat op expiratie 10 punten. Dus het verschil tussen die twee is uiteindelijk het potentiële winst. In dit geval gaat het om een put 470 die wij kopen voor pak een beet €5,80. We verkopen een put 460 voor €3,65. Tel je dit bij elkaar op, dan kom je uit op een investering van €2,15. Dit is eigenlijk een beetje het begin. Vanaf hier gaan we het opbouwen en ik moet eerlijk zeggen, dit vind ik persoonlijk verreweg de simpelste en meest efficiënte optiemanier op de markten. Dus als je gaat handelen op de beurs met opties, ben ik in ieder geval een groot voorstander van dit soort spreads. Koop een put, schrijf een put eronder. Koop een call, schrijf een call erboven. Waarom? Ten eerste, omdat voor de simpelheid je Grieken enorm veranderen. En ik ga hier niet stap voor stap iedere Griek doornemen. Dit is met name naslagwerk, denk ik. Maar waar het even op neerkomt, als je die Grieken optelt, dan is het interessant om te zien dat bijvoorbeeld 10 puts 470 op de AX een delta hebben van min 312. Nou, dat betekent dus bij iedere punt daling levert mij dat €312 op. Nou, best aardig. Maar mijn theta aan de andere kant is min 155. Dus iedere dag verstrijkt er tijd en verlies ik tijdswaarde. Op dit moment is die theta min €155. Dat betekent waarschijnlijk volgende week, ervan uitgaande dat alles hetzelfde blijft, dat die theta is toegenomen tot misschien wel 200. En langzaam maar zeker, als expiratie dichterbij komt, zult u zien dat de tijdswaarde omhoog gaat. Mijn verlies aan tijdswaarde wordt groot. Als ik nou eens die 10 poes 460 eronder ga verkopen, ontvang ik premie. Uiteraard staan er wel positieve deltas tegenover, want iemand die een put schrijft speelt eigenlijk in op een stijging van de onderliggende waarde. Dus heb je positieve deltas. Die positieve deltas zijn bij elkaar opgeteld 216. Mijn positieve theta is 135. Dus in plaats van dat ik tijdswaarde betaal, ontvang ik nu tijdswaarde. En uiteindelijk het doel hiervan is om te laten zien wat de totale combinatie is voor de optiegrieken. Dus u ziet dat de delta nog steeds negatief is. Nou, min 96, dat betekent iedere punt daling levert mij €96 op. Wat vooral aantrekkelijk is, is dat je gamma, vega en theta significant afnemen. Dus jouw risico tegen de andere optiegrieken wordt een behoorlijk stuk kleiner. Nou, dit is eigenlijk een beetje de basis. Vanaf hier kan je allerlei kanten op. Je kan het ook een put 470 kopen en een put 450 schrijven. Je kan die tussenruimtes groter maken. Je kan ze dichter bij elkaar doen. Je kan alle kanten op die je zelf wil. Maar mijn insteek hiervan is uiteindelijk dat je risico tegenover gamma, vega en theta beperkt worden. En dat vind ik echt cruciaal. Want wie van nu heeft nou echt een mening over de volatiliteit? Ik denk dat dat echt iets is wat weggelegd is voor de professionele markt. Volatiliteit is een heel interessant begrip, maar ik durf wel te beweren dat het misschien niet het primaire doel is van een belegger die je positie inneemt. Wij als particuliere beleggers hebben met name een mening over de richting van de markt. De markt gaat omhoog, de markt gaat omlaag. En de tijd waarin dat gebeurt, interessant, maar ook wel iets om eigenlijk een beetje vanaf te blijven. Dus of het nou morgen gebeurt of overmorgen of over twee weken, ik vind dat altijd heel lastig. Vandaar dat mijn voorkeur er ook naar uitgaat om die theta zo klein mogelijk te houden. Want als je dat niet doet, betaal je uiteindelijk heel veel tijdswaarde. En dat voorkom je door zo'n combinatie aan te gaan. Nou, hoe ziet dat er in grafiekvorm uit? Hoef je geen rocket science voor te doen. De AEX staat op dit moment rond de 4,90. Als de AEX gaat zakken tot 4,70, nou, dan gaat het mooi worden. Dan gaat u geld verdienen, maar onder de 4,60 houdt het alweer op. Dus je hebt eigenlijk een hele kleine range waarin je een mooi resultaat behaalt, maar je investering wordt weer heel klein. Nou, dat is een beetje stap 1 waar we naartoe werken. Hoe ziet de P&L eruit op expiratie? Dit verhaal hebben we ook wel eerder gezien.
U heeft de gestippelde lijn, dat is de lijn van expiratie op 19 juni. En dan heb je ook nog de P&L van dit moment. Dat is de doorgetrokken blauwe lijn. Nou, u ziet onder de 4,70 begint het op expiratie geld op te leveren met een maximale winst onder de 4,60. Het maakt niet uit of het 4,60, 4,55, 4,40, 4,30, 400 wordt. Uw winst is gemaximaliseerd tussen 10 punten en de investering van in dit geval 2,15 euro. Dus maximaal 7.850 euro. Nou, dat zou vrij aardig lijken, vind ik zelf. Dus als we op 4,60 staan, verviervoudigen je geld ruimschoots. Lijkt me fantastisch. Maar ook op het moment dat die AEX volgende week hard naar beneden gaat, ja, dan zie je eigenlijk dat je nog steeds een heel mooi resultaat behaalt. Komt die eenmaal onder de 4,70, zie je dat de lijnen kruisen. Op het moment dat de lijnen kruisen, is het waarschijnlijk verstandig om nog even wat langer te wachten. Want dan ziet u dat tijdswaarde in uw voordeel gaat werken. Als u namelijk wacht tot expiratie, of eerder tot expiratie, ziet u dat de gestippelde lijn boven de doorgetrokken lijn ligt. En dat is voor mij altijd het moment om te zeggen, ik doe nog even rustig aan, ik kijk er nog even aan, want uiteindelijk is de tijdswaarde in mijn voordeel. Stapje 2 hierin, en dan wordt het denk ik echt interessant. Wat je ook kan doen, is deze vertical call spread verdubbelen. Dus in plaats van dat u zegt, ik doe 1 keer de vertical put spread, dan doe ik hem 2 keer. Waarom doe ik dit? Om hem als een alternatief te laten zien tegenover het kopen van 1 losse put 470 op de AEX. Dus ik zeg niet als u normaal al een spreads handelt dat u hem dan 2 keer moet doen. Nee, wat ik wil doen hier is even laten zien hoe je die 2 tegenover elkaar wegzet. Het kopen van een losse put of misschien wel 2 keer de put spread. Want u zult zien, de investering voor 2 keer de put spread is nog steeds kleiner dan voor 1 keer de losse put. Nou, dan pakken we even de getallen erbij. Wat we zien is dat de delta in die zin natuurlijk een stuk negatiever wordt, want alles verdubbelt. Dus in plaats van min 196 staat er nu min 192. In plaats van een gamma van 2 wordt het een gamma van 4. Een gamma van 4, een gamma van 2, dat is echt verwaarloosbaar klein. Dus in eerste instantie vanuit de positie, vanuit de basis, is die delta vrij constant. Dan heb je je vega, die was al niet heel groot en die wordt ook niet veel groter. Dus je exposure tegenover volatiliteit neemt maar mondjesmaat toe. 184 euro is in die zin, gezien de wijziging in de volatiliteit, niet bepaald risicovol. Je tijdswaarde, ja, die verdubbelt, maar van min 20 naar min 40, meer dan acceptabel. Dus jouw theta, 40 euro aan tijdswaarde wat je verliest per dag, vind ik gezien de delta van min 192, gezien de totale positie, meer dan acceptabel. Dus het verdubbelt allemaal je optiegrieken. En we gaan ze zo meteen in verhouding zetten tot de losse poets 470. En dat ziet u hier gebeuren. Waar komt het op neer? En misschien is het wel even leuk om, om weer eens even een testje te doen met ons hoofdscherm. Altijd een beetje spannend hoe dat precies gaat. Maar ik ga u meenemen naar dit scherm. En hier hebben we alle informatie in het scherm en ik ga hier wat laten zien. Ik pak even mijn pennetje erbij. We zien hier ten eerste expiratie juni staan. Dus ik praat hier echt over de expiratie 19 juni, derde vrijdag van de maand. Nou, wat is je resultaat voor een AEX-stand van 4,75? Nou, u begrijpt, de winst of het resultaat begint pas bij een stand onder de 4,70. Dus voor zowel de gekochte losse put als de 20 vertical put spreads, nul. Ik ben dan mijn inleg kwijt. Dus in dit geval verlies ik hier 5.800 euro, want ik doe hem 10 keer. En per losse put was het 5,80 euro aan optiepremie. Deze was 2,15 euro, dus als ik die vermenigvuldig met 20, kom ik uit op een verlies van 4.300 euro. Dus bij een expiratie boven de 470 punten, maakt niet uit, ik ben mijn geld kwijt bij beide posities. Alleen, ik kan wel zeggen dat mijn verlies bij de put spreads in dit geval ietsje lager is. Volgende stap, 4,70, zelfde verhaal, maximaal verlies. Ja, waarom? Logisch, omdat natuurlijk dat boven de 4,70 is, 4,70 rond, opties zijn in ieder geval waardeloos. Dus zolang we 4,70 of hoger staan, ben ik mijn investering kwijt. Onder de 4,70 wordt het interessant. Wat zien we hier gebeuren bij de losse put? 800 euro. Ja, waarom 800 euro? U begrijpt, als ik 10 puts heb, op 4,65 staan we. We beginnen te lopen bij 4,70, dan is die positie 5.000 euro waard. 5 punten keer 100 keer 10.
Oké, ik heb 5.800 euro betaald, dus ik heb nog steeds een verlies van 800 euro. Anderzijds, bij deze positie heb ik 20 puts. 20 keer 5 keer 100 is 10.000. Minus mijn investering van 4.300 kom ik uit op een plus van 5.700 euro. En dat gaat door. Dus de volgende 5 punten naar beneden verdien ik weer 10.000. De volgende 5 punten naar beneden verdien ik hier ook 5.000. Dus de helft ervan, want dat is een dubbele positie. En waar het op neerkomt is dat uiteindelijk naarmate die koers verder naar beneden gaat, mijn winst door blijft gaan met 5.000 euro per 5 punten naar beneden. Voor de losse put. Bij de putspread is het iets anders. Daar ziet u dat u al vrij snel aan een maximum zit. Dan maakt het niet meer uit of die beurs verder naar beneden gaat. Ja, 15.700 euro is jouw maximale rendement bij een stand van 460 punten of lager. Nou moet u daar natuurlijk goed over nadenken van waar is eigenlijk het turning point. En wat je ziet is dat 450 tot en met 460 is zo goed als kiet. Als je de posities vergelijkt. Dus als u denkt dat u onder de 450 gaat komen op expiratie, dan doet u er verstandig aan om te zeggen van ja, ik koop alleen die losse put. Denken op de beurs doen we allemaal. Maar denken, gelijk hebben zijn wel eens andere begrippen. En ik denk altijd dat je uit moet gaan, vanuit het principe dat je zo min mogelijk risico wil lopen. En ja, je doet op de beurs mee, je belegt, je doet in opties of futures of wat dan ook. Dus je hebt risico, daar ontkom je niet aan. Maar hou er ook rekening mee dat je soms niet gelijk hebt. Dat het soms niet helemaal gaat zoals verwacht. En in die zin vind ik het daarom altijd aantrekkelijk om te kiezen voor de rechterconstructie. Ten eerste kan ik minder verliezen. En ten tweede kan ik nog een buitengewoon mooi resultaat behalen. Als die beurs nou echt naar beneden dondert, ja, dan kan ik natuurlijk altijd achteraf zeggen, jammer, ik had er beter aan gedaan door alleen de losse put te kopen. Nou, ervan uitgaande dat dat eens in de zoveel tijd gebeurt, durf ik te beweren dat ik een stuk beter af ben door te kiezen voor de putspreads. In de praktijk heb ik ook echt gemerkt, over het algemeen, je hebt niet gelijk altijd. Het is misschien... Het zou mooi zijn als het al 50-50 is, want u ziet de payouts hier. Als ik de helft van de tijd gelijk zou hebben, ja, dan zou ik stinkend rijk zijn door elke keer dit soort constructies te doen. Dan zou ik al stinkend rijk zijn door elke keer dat te doen. In de realiteit hebben we ook vaak ongelijk. En als je ongelijk hebt, bent u met de rechterpositie in vrijwel ieder geval beter uit. Behalve als je heel erg ongelijk hebt dat hij zo erg daalt, ja, oké, dan is het een ander verhaal. Ik ga het proberen uit te gummen. U weet misschien nog van vorige week, dat was echt heel erg spannend. Maar u ziet het. Dat gaat allemaal een stuk beter vandaag de dag. Wij gaan snel verder naar de volgende slide. Hier zie je nog even de Grieken uitgedrukt ook als percentage van die totale positie. Dus enerzijds hebben we 10 keer de put 470 in bezit. Dat gaan we vanuit, theoretisch. Of we hebben 20 keer de put spread 470-460 in bezit. Hoe verhouden de Grieken met elkaar? U ziet dat je aardig wat deltas overhoudt. De verhouding is ongeveer 60%. Maar vooral die gamma, vooral die vega en die theta nemen significant af. Dus je risico tegenover die drie optie Grieken is zo goed als 1/3 van normaal. Terwijl je delta's, waar het eigenlijk om gaat, want we speculeren op een daling. Ja, dat percentage is bijna 60%. Vandaar dat ik dit ook een zeer valide strategie vind. En als je echt helemaal gaat doorrekenen, dan zou je nog kunnen zeggen van oké, 4300 euro tegen 5800 euro. Nou, misschien kan ik hem wel in verhouding doen van 7 op 3. In plaats van 2 op 1 zoals ik hier heb gedaan. 20 tegenover 10, maar misschien kan ik ook wel 70 tegenover 30 doen. Nou, dat wordt allemaal moeilijk rekenen, maar ik begrijp waar ik naartoe wil. Dan zult u zien dat hij die delta weer ietsje opschaalt. En dat die gamma, vega en theta nog steeds heel klein blijven, relatief gezien, tegenover de losse positie in de puts. Ik kan hier uren over doorgaan. Ik vind dit echt een fantastische manier van beleggen. Vandaar dat ik ook graag hierbij stilsta. Ik denk voor langetermijn succes op de beurs is het cruciaal om te werken met spreads. Zeker, nogmaals benadruk ik het graag, je hebt niet altijd gelijk. En als je een keer geen gelijk hebt, het gebeurt, zult u zien dat u veel en veel beter uit bent met de spreads. Is het al enerzijds niet door je lagere investering, dan is het anderzijds doordat op het moment dat je vroegtijdig wil ingrijpen, je makkelijker wegkomt met een klein verlies dan dat je alleen de poets had gekocht.
Bijvoorbeeld doordat je minder tijdswaarde per dag verliest. De volgende optiestrategie, ja, dat is niet echt een hele reguliere die veel gebruikt wordt door beleggers, de straddle. Maar ik wil wel eerlijk zeggen dat het goed is om er een beetje begrip van te krijgen, want straddles en volatiliteit hangen wel nauw samen. Waarom? Iemand koopt een straddle, daar ga ik vanuit dat we hem kopen, op het moment dat er veel beweging verwacht wordt door die belegger. Dus als u vandaag tegen mij zegt, ja Tycho, ik denk echt dat er of een gigantische beweging omhoog gaat komen, of een gigantische beweging omlaag. Ik weet niet waarheen, maar er gaat beweging komen. Dan zou ik tegen u zeggen, meneer of mevrouw, koopt u een straddle. Maakt niet uit wat er gebeurt, hard omhoog, hard naar beneden, u doet het goed. Tenminste, als het echt hard omhoog of naar beneden gaat. Want u ziet hier, als wij een at-the-money straddle kopen, en dit was iets eerder vanmiddag toen de beurs nog niet op de 4,90 stond. Ik bedoel, vanmiddag is het best hard gegaan. Toen betaalde je daar al €23 voor. Dus voor zo'n straddle betaalde je ruim €20. Dat betekent dat jouw break-even niveaus, en dat zal ik ook zo meteen laten zien, ver boven de 500 liggen. Of behoorlijk onder de 4, behoorlijk rond de 4,63. Beetje die richting, 62. Dus je hebt echt wel een beweging nodig van een procent of 5. Wil je daarmee uit gaan komen? Nou, zeg ik zeker niet dat het onmogelijk is, maar het is vrij fors. De optiegrieken. Vanuit de basis begint u eigenlijk hier met een zo goed als neutrale positie. Je delta's zijn pak een beet 81. Waarom? Nou, je hebt heel veel plus delta's voor de long calls. Je hebt heel veel min delta's voor de long puts. Nou, die twee bij elkaar opgeteld is eigenlijk een lichte positieve delta, omdat die calls iets meer in de money zijn. Je gamma stelt niet bijster veel voor, maar is wel een cruciale component hier. Je volatiliteit exposure, dus je vega is giga. Want je zit zowel long calls als long puts. Dus toename van de beweegbaarheid moet u hebben. Goed voor u. Waarom? Dat betekent dat opties duurder worden. Als de vega positief is, de volatiliteit neemt toe, profiteren we daarvan. Je theta anderzijds, die is gigantisch negatief. Dat zie je hier ook staan. Per dag betaal je ruim €300 aan tijdswaarde. Daartegenover staat die gamma. En die gamma is dus waar het hier om draait. Het is de gamma theta verhouding. Die delta is nu 80. Maakt niet zoveel uit. Als die AX het punt stijgt, dan wordt de nieuwe delta, delta plus gamma. Dus die neemt toe met 28, dus dan sta je al op pak een beet 110. Dus iedere punt stijging of iedere punt daling, zolang het maar doorgaat één richting op, dat moet u hebben. Want dat betekent dat de gekochte calls of de gekochte puts, afhankelijk van de beweging, steeds hogere deltas krijgen, meer en meer waard worden. Terwijl die gekochte puts bij een snelle stijging steeds minder waard worden, maar wel op een minder snelle manier. De eerste puntdaling daalt die put bijvoorbeeld met 14 in de zin van de gamma. Op de delta gebaseerd, dus van min 452 gaat hij dan naar min 438. Daarna zal die nog ietsje minder afnemen, want die gamma wordt steeds kleiner. Dus wat je ziet is dat die afneemt en afneemt en afneemt. Hij neemt af, wordt steeds minder. Jouw verliezen op die puts worden steeds kleiner. Terwijl je delta steeds groter wordt op die calls. Dus die neemt toe met 14. Vandaar dat een straddle ook alleen succesvol kan zijn als instrument op het moment dat er een beweging komt één richting op. Als we 3 punten stijgen en die dag erna weer 3 punten dalen, ja, dan kan ik u alvast verklappen, dat levert echt niets op. Het moet een beweging zijn die boem omhoog doorgaat of boem naar beneden doorgaat. En vooral een zijwaarts, een paar puntjes erbij, een paar puntjes eraf, heeft u niets aan. Echt niet. Want dan gaat die tijdswaarde, vliegt die eruit en gaat u daar uiteindelijk, denk ik, door verliezen. Hier zie je hem ook uitgebeeld. Ja, 4,85 in dit geval. Je hebt beweging nodig. Hard omhoog, hard naar beneden. Eén van die twee. Dat betekent uiteindelijk dat de positie geld oplevert. Ik ben er absoluut geen fan van. Ik ken ook weinig beleggers die op deze manier actief zijn. Maar het is met name boeiend om een beetje begrip te krijgen voor wat volatiliteit hierin betekent. En wat die verhouding is tussen gamma en theta. Dus een beurs die stilstaat kost natuurlijk ontzettend veel. Simpelweg doordat je tijdswaarde eruit loopt. En als er beweging komt, dan is het zaak dat die beweging doorzet, zodat de werking van gamma, de delta, jouw richting op kan duwen. Hard naar beneden, hard omhoog, maakt niet uit, één van de twee. Zijwaarts is niet wat u nodig heeft. P&L-grafiek, ja, zien we hier eigenlijk vrij simpel staan. De gestippelde lijn is weer op expiratie. Staat die rond die 4,85, dan ben je al je geld kwijt.
simpel als dat. Anderzijds, als die beweging gaat komen omhoog of naar beneden, zult u zien dat dat veel kan opleveren. Want u bent niet gelimiteerd aan een maximumwinst. Al gaat de AEX naar 380, naar 570, maakt niet uit. Die beweging gaat de kant op en u doet goede zaken. Die doorgetrokken lijn die lijkt er eigenlijk op alsof er niets fout kan gaan. Nou, dat is in eerste instantie ook zo. Maar wat u ziet is dat hij wel iedere dag een tikje naar beneden doet. Waarom doet hij een tikje naar beneden? Omdat die tijdswaarde eruit loopt. Dus vandaar op dit moment, als er beweging komt, zit je goed. Maar nadat er weer wat tijd is verstreken, zal je zien dat hij steeds wat meer naar die gestippelde lijn toetrekt. Dat is een soort magneet die hem aantrekt. Ja, en dat is uiteindelijk ook je verlies, de theta die uit de opties loopt. Niet iets waar ik fan van ben in de praktijk, maar ik denk wel dat het een boeiende strategie is om in ieder geval te begrijpen. Want veel componenten hiervan zijn toepasbaar met andere strategieën en voor het begrip van de optiemarkten in het geheel. Heb ik als derde nog de Iron Condor? Ja, een condor. Ik denk dat dat wel een strategie is die over het algemeen veel gebruikt wordt door semi-professionele beleggers. Ook nogal professionele beleggers. In de zin van dat het een vrij stabiele manier is waarbij je iedere maand tracht om een leuk rendement te behalen. De condor is ook op duizend en één manieren in te vullen. Dus er staat niet een vast tramien voor je moet die en die bandbreedte hebben. Want wat doe je met de condor? Je speelt er eigenlijk op in dat de koers binnen een bepaalde bandbreedte blijft. En in dit geval heb ik de bandbreedte gezet op 450 tot 445 en aan de bovenkant 505-510. Dus wat ik hiermee bedoel is dat als de AEX tussen de 505 en de 450 punten blijft, zit u goed. Want u verkoopt de binnenste opties en u koopt als dekking daarboven de puts en de calls. Nou ja, daarboven de calls, daaronder de puts. Zodat u voor uzelf weet, uw maximale verlies, en ik zou het graag in als een polvrager inschieten, maar gezien de slides die we allemaal tegemoet hebben deze avond, laat ik even wat het is. Maar ik hoop dat iedereen begrijpt dat je maximaal met deze optieconstructie 5 euro kan verliezen. En dat is eigenlijk al niet waar. Waarom niet? U ontvangt ook nog eens 1,75 euro. Dus waar het op neerkomt is dat je 5 punten verschil hebt tussen je geschreven strijk en je gekochte put of calls dekking. Maar de premie die je hebt ontvangen, die 1,75, zorgt ervoor dat jouw maximale verlies 3,25 euro is. 3,25 euro, vind ik wel acceptabel. Want als je tussen de 4,50 en 5,05 blijft, tot en met expiratie, dan krijg ik 1,75. Dus mijn rendement is giga op mijn mogelijke risico. Met een risico van 3,25 euro kan ik 1,75 euro verdienen. Vind ik wel aardig klinken. Dat betekent over het algemeen dat dit niet zo'n hele goede strategie is. Want als je dit soort percentages rendement kan halen, is jouw risico dat het fout gaat natuurlijk ook behoorlijk groot. Nou, even kort samengevat wat de optiegrieken hiervan zijn. Vroeger liet ik dit nog wel eens in detail zien van per optieserie. Maar ik denk eerlijk, ja, dat gaat voor nu eventjes te ver. Als je gewoon kijkt naar je delta's, gamma, vega, theta, dan begin je hier ook zo goed als neutraal. Dus ondanks dat het om een hele stapel met opties gaat, een stuk of 40 opties, geschreven calls, gekochte calls, geschreven puts, gekochte puts, je uiteindelijke grieken zijn zo goed als neutraal. Klein beetje short delta's, dat betekent dat een daling in uw voordeel is. En het heeft te maken dat de bovenste strijk, de calls, in dit geval wat dichterbij liggen. Je theta, daar draait het natuurlijk om. Tijdswaarde is waar u op zoek naar bent. Dus iedere dag verstrijkt er wat tijd en dat is ook wat u kunt houden. Tenminste, dat is de bedoeling, als hij tenminste binnen de gestelde range blijft. Dus wat we hier zien is de range van 450 tot en met 505 punten. Als hij daar binnen blijft, is alles voor u. Als hij daar buiten komt, tenminste hangt er vanaf hoe ver, maar u begrijpt als hij boven de 510 komt of onder de 445 op expiratie, ja, dan helaas heeft u het maximale te realiseren verlies van 3,25 euro. Eenvoudige strategie en behoorlijk doeltreffend. Ook hier zie je een P&L-lijn, expiratie, de gestippelde lijn, doorgetrokken lijn is nu. Je hebt een mooi plateautje en dat plateautje is je maximale winst. Dus tussen die 4,50 en 5,05 heeft u de ontvangen premie in de zak gestoken en is het allemaal van u. Anderzijds komt u er buiten, dan ziet u dat u gelijk op uw maximale verlies uitkomt. Verschil tussen die 5 punten en de ontvangen premie.
een simpele manier en ja, eerlijk gezegd vrij doeltreffend. Dus ik ken wel aardig wat beleggers die dit doen. En iedereen heeft zijn eigen manier, plan van aanpak, wanneer grijp je in? Nou, daar ga ik nu allemaal niet eens op in, want over een iron condor kan ik, niet per se ik, maar dan kan je bij spreken al een paar uur vol praten. Er zijn ook veel boeken over geschreven. Dus de materie is interessant. Vooral omdat het een vrij eenvoudige strategie is, die over het algemeen niet zo heel veel vereist van de belegger, in de zin dat het continu gemonitord hoeft te worden. Het is geen actieve strategie. Je zet het op, liefst vrij breed, zodat je iedere maand, als het lukt, wat premie kan opstrijken. Anderzijds, als het moet, kan je altijd doorrollen. Je kan de positie sluiten, je kan allerlei kanten op. Wat ik al eerder aangaf, vooral semi-professionele beleggers of professionele beleggers die zelf nog actief handelen, doen dit soort constructies met enige regelmaat naast. Dus het is een fijne manier om maandelijks wat extra rendement binnen te halen. Ik zie dat ik inmiddels al 30 minuten heb volgepraat over optiestrategieën. Ja, daar moet ik eerlijk in zijn. Dit is niet iets wat je even in 3 minuten doorheen jas. En ik praat al vrij snel. Ik hoop dat u mij overigens wel goed kunt volgen. Maar dan wil ik nu toch echt gaan beginnen over de volatiliteit. Dat is uiteindelijk de titel ook van deze masterclass. En ik ga u zeker niet uw tijd in beslag nemen met het praten over enkel strategieën. De komende 30 minuten gaan wij het hebben over de interessante materie van volatiliteit. Binnen het Linksplatform zijn er 2 verschillende soorten te onderscheiden. Ten eerste historische volatiliteit en ten tweede ook nog de belangrijkste, de implied volatility. Bij ons, en ik denk eigenlijk bij iedereen, wordt volatiliteit altijd weergegeven als percentage. Dus ik praat altijd over 20%, 30%, 8%, 50% volatiliteit. Dus het is een percentage waarin dat wordt getoond. Om te beginnen, historische volatiliteit. De historische volatiliteit geeft weer hoe bewegelijk een effect is geweest in een bepaalde periode in het verleden. Binnen ons platform is dat 30 dagen. Dit is dus gerealiseerd. Dit heeft al plaatsgevonden. Dit zegt helemaal niks nieuws over wat ons te wachten staat. De historische volatiliteit heeft enkel en alleen betrekking op het verleden. Dus de historische volatiliteit zegt ons wat er heeft afgespeeld in de afgelopen maanden, jaren, weken. Op die manier kan je dat interpreteren. De implied volatility, nou ja, iets anders, heeft betrekking op de verwachte bewegelijkheid van een effect of een index tot afloopdatum van het optiecontract. Dus eigenlijk is die voor ons als belegger veel belangrijker. Historische volatiliteit zegt iets over het verleden. Implied volatility zegt iets over de toekomst. Nou, we hebben hier eventjes een gesimplificeerd grafiekje gemaakt van ING en Wolters Kluwer tegenover elkaar. U begrijpt wel een beetje waar ik naartoe wil. De gele lijn is die van ING, de blauwe lijn is die van Wolters Kluwer. Naarmate de tijd verstrijkt zult u zien dat ING over het algemeen een stuk volatieler is, bewegelijker is dan de koers van Wolters Kluwer. Dus als je dit zou uitdrukken tegenover elkaar, zou je kunnen stellen dat de volatiliteit, historisch, hè, want dit is duidelijk iets in het verleden, dat die volatieler is geweest voor het aandeel ING dan het aandeel Wolters Kluwer. Zo kan je meerdere vergelijkingen maken. Ik denk als je naar de AEX kijkt, dat misschien wel het meest volatiele aandeel, is misschien een beetje lastig te zeggen, maar in ieder geval in die top staat het aandeel Altice. Goede cijfers gehad afgelopen week. Koers is flink omhoog gegaan. Nieuwe recordstand op de borden, terwijl die koers echt al ontzettend goed heeft gedaan in de afgelopen, anderhalf jaar sinds de IPO. Ja, wat staat er nog meer hoog qua volatiliteit? ING, ArcelorMittal had vandaag aardig wat beweging. Maar een aandeel als Ahold of Reed Elsevier. Ahold is dan misschien een beetje een flauw voorbeeld, omdat er natuurlijk wat overnamegeruchten nu spelen. Of niet alleen meer geruchten, heb ik vernomen, maar dat het zelfs wat serieuzer is. Dus ze zijn in gesprek met Del Hessen. Stond in het FD, dus wat dat betreft logisch dat er meer volatiliteit in komt. Maar over het algemeen zijn aandelen zoals Ahold, Shell, Unilever, gebeurt niet zoveel. Stabiele waardes. En wat je ziet is dat die volatiliteit wat kleiner is. Ga je kijken naar de wat bewegelijke jongens in de klas, ja, dan zal je zien dat die up, down, veel meer volatiliteit kennen. En dat heeft natuurlijk wel betrekking ook op de implied volatility. Kijk, we kunnen natuurlijk niet zomaar stellen dat de historische volatiliteit
niet van nut is. Want er is denk ik geen betere predictor of voorspeller van toekomstige beweging dan wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dus in die zin heeft de historische volatiliteit wel degelijk een hele belangrijke functie. Wat in het verleden heeft plaatsgevonden, ja, is denk ik een goede indicatie van wat er gaat komen in het heden. En dat verschilt natuurlijk, en dat heeft te maken met allerlei factoren, et cetera, of er cijfers komen, of er nieuws komt, in de zin van misschien een FDA-approval van een biotechbedrijf. Maar het is natuurlijk zo dat in het algemeen het verleden gebruikt wordt om een schatting te maken van wat er in de toekomst staat te wachten. Dit is de historische volatiliteit van de AEX. En het is wel aardig dat ik weer eventjes opsta, of ik sta eigenlijk nog steeds, maar dat ik even ga verschuiven naar ons mooie scherm, om even met u te kijken naar wat er op deze grafiek precies getoond wordt. Ik pak mijn pen erbij. Ik ga eens kijken of ik hem even op een ander kleurtje kan krijgen. Dat lukt. Groen. Linksgroen. Wat we hier zien is de periode van mei. Dus daar leven we nu in. En vanaf vorig jaar. Dus we hebben het hier over een 12 maands periode. Wat zien we aan de hand van die volatiliteit? We zien dat die op een gegeven moment is toegenomen tot 22%. Daarna is die giga gedaald. Nou, ik denk dat we daar allemaal wel even over eens zijn. Er is een periode geweest, 30 dagen ging het continu door, begin van het jaar, dat die markten toch wel volatiel waren. Daarna is het rustiger geworden. En nu zie je recentelijk weer dat er wat meer volatiliteit is op die markten. Er is meer beweging, de koersuitslagen zijn groot. En dat zie je dus terug ook in de historische volatiliteit. Dus dat loopt altijd een beetje in golven. En als we kijken naar de periode van vorig jaar, juli, hè, dus dat heeft eigenlijk betrekking op die periode daarvoor, want het is een 30-daags volatiliteit. Wat je dan ziet, is dat het toen echt heel rustig was op de beurs. En het staat me niet direct meer bij, maar ja, vorig jaar zomer, over het algemeen iets rustiger op die markten. Ja, en wat je dan zag, schijnbaar, hè, want ik ben dagelijks met die beurs bezig, maar echt die maanden staan me niet meer precies bij. 7-8% is wel verdomd weinig. Dus de uitslagen waren toen, gebeurde niks. Kan je net zo goed lekker naar het strand gaan als het lekker weer was. Zal wel niet in Nederland, maar bij wijze van spreken. En hier zie je opeens, boom, actie. Veel beweging geweest. Zegt iets over het verleden, zegt het ook iets over de toekomst. Ja en nee, want eigenlijk zie je dat het allemaal golven zijn. Ik ga weer even mijn gum gebruiken, want u gaat van mij vandaag heel veel van dit soort grafieken te zien krijgen. En sommige daarvan wil ik graag met u gaan bespreken. De volgende is eigenlijk de historische volatiliteit op een nog langer timeframe. Nou, daar hoef ik natuurlijk niet nog een keer bij terug of stil te staan, maar u ziet hier eigenlijk in terugkomen dat er een periode is geweest, in dit geval in 2011, dat er enorm veel volatiliteit kwam. Waarom was dat? Dat was eigenlijk het hoogtepunt van de schuldencrisis in Europa. Het zag er toen allemaal buitengewoon slecht uit, voor onder andere Griekenland, maar ook Zuid-Europa, Italië, Spanje, Ierland had het toen ook zwaar. Obligatiemarkten hielden rekening met allerlei doemscenario's. Nou, daar is nu absoluut geen sprake meer van, zou je zeggen, als je naar de rentes kijkt. Al zijn die tegenwoordig ook weer wat hoger dan eerst, maar dat terzijde. Natuurlijk hadden we toen ook de problemen met de Amerikaanse overheid, die de financiering rond moest krijgen. Van alles en nog wat toen speelde. Beurzen bewogen op en neer. Wat zie je? De historische volatiliteit was toen heel hoog. Daarna zijn we eigenlijk langzaam maar zeker in rustige vaarwater gekomen. Af en toe natuurlijk even een uitschieter qua beweging, maar over het algemeen erg rustig. Gaan we naar de volgende stap, dan praten we over de implied volatility. En dan wordt het eigenlijk, vind ik, een stuk interessanter. Want, zoals ik al eerder zei, implied volatility heeft betrekking op de verwachte beweging. Wat verwacht de markt? Nou, de implied volatility laat het ons zien. Er is één cruciale vuistregel met volatiliteit, tenminste implied volatility. Als de beurs omhoog gaat, dan neemt de volatiliteit over het algemeen af. Anderzijds, als de beurs naar beneden gaat, zult u zien dat de volatiliteit toeneemt. Als er namelijk meer angst komt op die markten, zult u zien dat volatiliteit toeneemt, omdat beleggers meer beweging verwachten. Waarom staan die twee in een bepaalde verhouding met elkaar? Naar beneden kan het heel hard gaan. Als we met z'n allen door een hele kleine deur willen, dan gaat dat meestal niet lukken zonder slag of stoot. En dat zie je dus ook op de beurs. Als er
tijdelijk een paniek is. En paniek kan je denk ik op 1001 manieren interpreteren. Maar laten we er even uitgaan dat er vormen van paniek zijn. En dat kan op microniveau zijn en macroniveau. Maar we willen met z'n allen even van posities af. Boom. Beurs zakt hard naar beneden. Als beleggers met z'n allen in een positie willen, dan gaat het proces vaak veel gestager. Dus wat je daarin terugziet is dat de uitslagen omhoog, ja, die kunnen net zo goed fel zijn, maar ik heb nog nooit een 10% stijging, dat is niet waar wat ik nu zeg, maar laat ik het zo zeggen, over het algemeen, 10% kans, een stijging van 10% is qua kansniveau veel kleiner dan een daling van 10%. Een crash naar beneden kan gebeuren, een crash omhoog niet. En het kan wel zo zijn dat de beurs 10% stijgt, want dat hebben we ook wel degelijk gezien in 2008. Ja, dat gebeurde nadat hij elke keer 10% daalde. Ja, logisch dat hij dan een keer 10% herstelt. Maar als je hard naar beneden gaat, zijn al die uitslagen groot. En daar kom ik zo nog even over terug. Laatste puntje wat er staat. Long opties betekent long gamma, betekent long vega en betekent short theta. Dat is echt iets wat u moet bevatten. Als je namelijk een call of een put koopt, en het maakt in dit geval niet uit welke het is een soort van at the money optie, dan ziet u dat u gamma in bezit heeft. Dat betekent dat beweging goed voor u is. U ziet dat u volatiliteit in bezit heeft. Dat betekent dat een toename van de volatiliteit goed voor u is. Anderzijds, een afname van de volatiliteit is slecht voor u. En daarnaast heeft u natuurlijk te maken met theta, tijdswaarde. U betaalt iedere dag tijdswaarde omdat expiratie dichterbij komt. Naarmate het kortlopende opties zijn, gaat die tijdswaarde sneller en sneller uit. Iets wat ik ook maar blijf herhalen. Deze basis, koopt u een call, koopt u een put, maakt niet uit. U zit long gamma, u zit long vega en u zit short theta. Belangrijk. Als we praten over volatiliteit, implied volatiliteit, dan is het weer hetzelfde verhaal met die percentages. Nou, u zag net al wat percentages staan. U zag staan 8% op een dieptepunt, hoogtepunt van ergens in de 30. Ja, wat zegt dat nou precies? Nou, ten eerste heeft dat te maken met de verwachte beweging van de onderliggende waarde tot afloopdatum van de opties. Oké, belangrijk, tot afloopdatum van de opties. Nu moeten wij twee dingen onderscheiden. A, iedere individuele optie heeft een eigen implied volatility. Dus een call 400, een call 450 en een call 500 hebben allemaal een eigen implied volatility. Dus dat betekent voor iedere call optie is er een bepaalde verwachte bewegelijkheid van de AX-index. Plus je hebt een soort samengeraapt soortje van alles bij elkaar en dat is de implied volatility van een index of van een aandeel als geheel. Maar iedere individuele optie heeft dus ook te maken met zijn eigen implied volatility. Die implied volatility, die deel je door de wortel van 256 voor de verwachte beweging op dagbasis. Waarom 256? In een handelsjaar zit in het algemeen, gaan we vanuit, 256 handelsdagen. Nou, dat zijn er natuurlijk niet precies 256. Dat is even voor het gemak gekozen, want dat zijn er over, in general, 252. Maar 252, de wortel daarvan, dat is net geen 16. 16 keer 16 is 256, vandaar dat we altijd werken met delen door 16. Het is niet helemaal precies, maar het is wel zo makkelijk. Dus als ik praat over een implied volatility van 20%, dan betekent dat 20 gedeeld door 16 is 1,25. Dus de verwachte bewegelijkheid op dagbasis is 1,25%. Op jaarbasis 20%. Dat zegt het. Gaan we weer. Ik ga weer even terugschakelen naar het schermje. We hebben hier de implied volatility van de AEX in de afgelopen 7 jaar. Wat je hier eigenlijk terugziet is denk ik één gebeurtenis die wij ons allemaal heugen. Tenminste als u toen ook al actief was op de markten. Wat zie je gebeuren? Je ziet hier een gigantische beweging omhoog. En die ging tot 90%. Dus ik zal het er even bij zeggen. 90%. Dus de implied volatility nam toe tot 90%. Rekent u met mij mee. 90 gedeeld door 16 zit ik wel op een hoge 5. Ga ik richting de 5,6, 5,7. Dus op dagbasis was de verwachte bewegelijkheid toen 5,6, 5,7% voor de AEX. Ho, ho, ho. 5% of meer op dagbasis.
Ik weet het niet wanneer er voor het laatst een 4% beweging is geweest, maar een 5% beweging kan ik me niet eens meer heugen. Dus waar we toen in zaten was echt bizar. Ontzettend veel volatiliteit. En toen die beurs ook langzaam maar zeker weer terug omhoog krabbelde, niet helemaal waar, want wanneer was het dieptepunt op de financiële markten? Maart 2009. Maart 2009 kwam de AEX onder de 200 punten. De implied volatility was op een hoogtepunt in oktober 2008. Waarom? In oktober 2008 leek het erop alsof de wereld aan het vergaan was. Lehman Brothers viel om. Paniek. Grote verkoop op de markt. Heel veel beweging omhoog en naar beneden. Excuses. Maar het was niet het moment waarop de financiële markten het dieptepunt bereikten. Het moment waarop de financiële markten het dieptepunt bereikten, was er niet zoveel paniek meer. En dat is een hele mooie indicator dat deze twee zaken bij elkaar genomen, dus de stand van bijvoorbeeld een index en de implied volatility, wel wat kunnen zeggen over de toekomst. En die gaan niet altijd hand in hand samen. Dus de implied volatility voorspelde eigenlijk al dat alles beter ging in de wereld. Tenminste dat het niet zo paniekerig meer was zoals daarvoor. Terwijl de beurs nog wat verder naar beneden ging. Dus je had al je eerste koopsignaal te pakken. Ergens richting het einde van het jaar. Want je zag al dat die vola aan het afnemen was. Afnemen. En dat de situatie dus eigenlijk een stuk beter werd. En misschien manipuleer ik de boel een beetje. En moet ik eerder praten over maart 2009 op dat moment. Maar u begrijpt waar ik naartoe wil. Dieptepunt van de koersen stond niet gelijk op het hoogtepunt van de volatiliteit. Nou, daarna hebben we misschien nog een aantal tijdelijke hoogtepunten gehad. Dit was onder andere de situatie met Japan, de aardbeving, flash crash. We hebben hier natuurlijk meegemaakt wat het hoogtepunt was van de schuldencrisis. Nou, en zo zie je een soort van twee wielen en een stokje of een bril, wat je ook wil zien. Maar daarna is het eigenlijk over het algemeen heel erg laag geweest, die volatiliteit. Dus waar het een beetje op neerkomt, is dat die markten, ja, die zijn gewoon gekalmeerd. We zijn in de bullmarkt terechtgekomen en de uitslagen zijn niet groot geweest. Als je ook kijkt naar het meerjaarsgemiddelde, dan zitten we daar al enige tijd onder. Dus het meerjarige gemiddelde ligt ongeveer rond de 20. Nou, daar zijn we in Europa naartoe aan het gaan. Maar zeker op de Amerikaanse markten is het zo dat die volatiliteit daar nog behoorlijk onder ligt. Volgende, als we even gaan kijken naar een wat kortere timeframe, niet helemaal waar, want dit had ik u nog beloofd te laten zien. Dit zijn namelijk de uitslagen van de AEX in de afgelopen 6, 7 jaar. Ietsje langer zelfs, 7 jaar, want hij liep tot 2014. Je ziet hier in een periode, in 2008, dat die uitslagen omhoog en gigantisch groot zijn. Alsof het een soort schaal van Richter is waar je de meting kan doen van een aardbeving of iets dergelijks. Giga veel omhoog naar beneden. Dus dat zijn altijd clusters van volatiliteit. En zo'n cluster hadden we dus ergens eind 2008, dat begon al ietsje eerder. Hebben we meegemaakt in 2010, hebben we meegemaakt in 2011. Clusters van volatiliteit. En af en toe heb je nu nog wel eens een uitslag, maar over het algemeen is het veel kleiner. Terwijl je toen echt voor een bepaalde periode. Dus vandaar dat die implied ook zo hoog was. Dus op het dieptepunt in maart 2009 waren de uitslagen al een heel stuk kleiner. De beurs ging nog wel verder naar beneden, maar het ging niet gepaard met dezelfde onzekerheid die toen speelde in 2008. Dus wel aardig om in het achterhoofd te houden. Kijken we naar de koersontwikkelingen van de AEX, zien we eigenlijk terug dat, dit is dan een periode van de afgelopen maand. Wat je hierin terugziet is dat we een hoogtepunt hebben bereikt op 27 april, Koningsdag, rond de 510 punten. Daarna ging het snel bergafwaarts richting de 470 en sindsdien is het wat hersteld. Eventjes kort samengevat, AEX in de afgelopen maand. Gaan we kijken naar de volatiliteit van de AEX en zie je eigenlijk dat vanaf 27 april er een hele snelle beweging omhoog plaatsvond. Nou, dat is logisch, dat heb ik eerder uitgelegd. Gaat die beurs naar beneden, stijgt volatiliteit. Anderzijds gaat die beurs weer omhoog, neemt die volatiliteit weer langzaam af. Dus hier zie je dat beeld mooi in terug. Nou, dat heb ik nog iets specifieker voor u gemaakt. En dan kruip ik weer even hier naartoe om dat te laten zien. Wat is daar nou echt gebeurd? De AEX ging vanaf een hoogtepunt op 510 punten
zakte die met 8% richting de 470. Boom. Nou, dat ging best wel rap en dat ging ook wel snel. Nou, logisch gezien, wat we ook net in die grafiek zagen en wat de volgende slide ook laat zien, is dat die implied volatility omhoog knalde. Wat je daarna ziet is dat de volatiliteit gaat afnemen. Waarom? Die beurs gaat weer omhoog. Dus we herstellen van 4,70, gaan uiteindelijk naar 4,90 toe. Ja, wat zie je daarin terug? Volatiliteit neemt af. Dus er was misschien even micropaniek. Ik ga niet zeggen dat er echt paniek was, maar laten we op microniveau zeggen. Misschien die algoritmes die lekker met elkaar bezig waren. Beurs ging even snel naar beneden en volatiliteit neemt toe. Is onzekerheid. Anderzijds, beurs gaat weer omhoog. Uiteraard, we zitten in een bullmarkt. Waarom zouden we ook hard naar beneden gaan voor lange tijd? Beurs herstelt, volatiliteit neemt weer af. En dat zal de volgende grafiek ook laten zien. Die is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan uitgedrukt aan de hand van de implied volatility. Dus als we die erbij pakken, dan ziet u hetzelfde. Ik hoef het ook niet nog een keer per se uit te tekenen. Maar waar het op neerkomt is dat je ziet vanaf 27 april, boom, neemt die volatiliteit toe met een procent of 6. Moet je dus nagaan, dat is behoorlijk wat, hè? Want 6% omhoog betekent 6 keer je vega erbij. Van 16-17% naar boven de 20. Nou, dat is een behoorlijke beweging. En als gevolg werden die opties dus ook in één keer een heel stuk duurder. Nou, daarna zie je eigenlijk dat de beurs weer herstelt vanaf 470 terug naar 490. En die implied volatility zakt weer zo goed als helemaal terug. En dat is een beetje kenmerkend voor de huidige markt. Ik kijk hier graag naar. Ik hou graag die implied volatility in de gaten. Want implied volatility is echt iets voor professionals. Kijk, aandelenhandel die is over het algemeen niet altijd even rationeel. Het kan zo zijn dat bepaalde partijen stukken moeten hebben, verkopen. Dat er wat speelt in die markt. Dat er behoefte is aan iets. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar een beetje lullig gezegd. Aandelen zijn over het algemeen niet het slimste geld wat daarin bezig is. Optiemarkten zijn buitengewoon professioneel. Het is niet dat iemand daar echt zijn stempel op drukt in die zin. Optiemarkten worden echt door de grote jongens beheerst. En die laten dus eigenlijk aan de hand van die implied volatility zien hoe zij de markt op dit moment interpreteren. En ik vind het dus wel krachtig dat die implied volatility logisch gezien toeneemt. Hè? We zakken van 15 naar 4,70. Dus natuurlijk neemt de volatiliteit toe. Maar als je dan van 4,70 weer terug gaat naar 4,90, sta je eigenlijk op hetzelfde niveau bijna. Bijna. En dat zegt dus iets. Dat laat dus zien dat er nog wel wat kracht in deze markt is. En dat het ook helemaal niet angstig is. Dat zo'n correctie helemaal niet vreemd is. Want ja, vreemd. Je leest al tijden verhalen over correcties. Die er ook komen. En misschien af en toe wat heftiger zijn dan anders. Maar het verhaal erachter is dus niet gek. En je ziet ook dat de markt dat eigenlijk zo interpreteert. Dus een soort tweede bevestiging om te kunnen begrijpen van wat laat die aandelenmarkt mij zien, geeft de implied volatility. En vandaar dat ik hier ook graag wat aandacht aan besteed. Nu ziet het er even wat wiskundiger uit. Nou, het is niet moeilijk. Maar ik had het net al even uitgelegd. Als jij een implied volatility hebt van 16%, dan betekent dat op dagbasis 1%. Dus die 16, die deel je door 16, kom je uit op 1. Dus als u 24 hebt, is het 1,5. Heeft u straks 48, is het 3. Dus een implied van 48% betekent een verwachte bewerkelijkheid van 3%. Maar, dat is aan de hand van 1 standaarddeviatie. Dus in 68% van de handelsdagen, 2 van de 3 handelsdagen, tot en met expiratie, wordt er een beweging verwacht van 3% bij een implied volatility van 48%. Als je nou die andere 32% wil vullen, dan moet je dus ook naar de tweede standaarddeviatie gaan en de derde standaarddeviatie. En dat betekent dus dat er op bepaalde dagen, laten we zeggen 1/3 van de handelsdagen, beweging wordt verwacht die tenminste het dubbele is van die 48%. Oftewel die 3% op dagbasis. Dat is belangrijk. Dus je kan niet zeggen, als de implied volatility 48% is, dat er iedere dag een beweging wordt verwacht van 3%. Nee, dat betekent op 2 van de 3 handelsdagen is de verwachte bewegelijkheid 3%. En op 1 van de 3 handelsdagen is die minimaal 6%. En op 1 op de 20 handelsdagen, de derde standaarddeviatie, ongeveer 5%, bedraagt die zelfs het driedubbele. 9%.
Dus dat is wel even belangrijk om in het achterhoofd te houden. Ik heb hier een voorbeeldje staan. Letterlijk heeft u betrekking op de grafiek die we zojuist zagen. Ook hier is het denk ik wel aardig om het heel eventjes kort toe te lichten met een aantekening. Nou, wat zien we hier staan? We hebben één standaard deviatie. Dat is het scherm hier. Ten tweede hebben we twee standaard deviaties. En ten derde hebben we ook nog drie standaard deviaties. Nou, als je kijkt op dagbasis, dan zie je met één standaard deviatie implied volatility van 16%. Koers van 10 euro, dan kom je uit op 1% op dagbasis. Dus de verwachte beweging omhoog of naar beneden, de verwachte range, met 68% zekerheid, zo mag je dat ook noemen, is tussen de 9,90 euro en 10 euro en 10 cent. Dus met 68% zekerheid kunt u stellen van oké, het aandeel X staat op 10 euro. Ik verwacht dat u morgen tussen 9,90 en 10,10 euro staat. Trapje erbij. 95% zekerheid. Kom je uit op twee standaard deviaties. Dus twee keer 1% beweging is tussen de 9,80 en 10,20. Dus dan zie je dat die range al wat toeneemt. En dan heb je ook nog de 99% zekerheid. Dus eigenlijk zo goed als zeker kan je stellen dat die tussen de 9,70 en 10,30 bedraagt. Op dagbasis. Nou ga je dit omrekenen naar jaarbasis, ja, dan is het niet veel ingewikkelder. Wordt het misschien zelfs simpeler. Want dan zeg je gewoon 16%. Ja, dan tel ik er 16% bij op. En ik tel er 16% bij af. En dan kom ik, of ik trek er 16% bij af. En dan kom ik uit op 8,40 en 11,60 euro. Eén standaard deviatie. 68% zekerheid. Doe ik 95% zekerheid, ja, dan kom ik natuurlijk bij dubbel uit. Doe ik 99% zekerheid, dan kom ik bij driedubbel uit. Niet heel ingewikkeld. Maar wel belangrijk voor het besef. Gaan we weer verder. Dit is tot nu toe de grootste uitdaging in deze techniek. De gum, maar ook daar zullen wij vroeg of laat wat moois op gaan vinden voor u. Volgende slide vind ik eigenlijk hetzelfde verhaal en wil ik niet meer stilstaan, want dit is het dubbele. Dus net had ik 16%, nu 32%. Wat je ziet is dat die uitslagen op dagbasis dan ook het dubbele worden. Dus niet 9,90 om 10,10 euro, nee 9,80 om 10,20 euro. Dus die verwachte bewegelijkheid, die verdubbelt. Komen we in een van de laatste gedeeltes van vanavond. En dan gaan we praten over de volatility skew. Waar heeft dit betrekking op? Nou, eigenlijk, ja, het klinkt misschien een beetje flauw, maar ik ga gelijk terug naar het scherm en ik blijf even een tijdje denk ik voor dit scherm staan. Want in de aankomende slides is het wel even cruciaal om dit verhaal goed toe te lichten. En dit zijn simpele plaatjes, maar denk ik wel doeltreffend om het u eigen te maken. Nou, waar hebben we het hier over? We zien hier een groene streep. Dit is op de AX en de uitoefenprijs, zoals u ziet, begint bij 3,20 en loopt door tot 4,40. Nou, dit is iets wat in het optieboekje terugkomt en toen stond de AX nog niet op 500 punten of 490 punten. Dus vandaar dat die uitoefenprijzen ietsje anders liggen. Wat je hier ziet staan is dat de implied volatility toeneemt op het moment dat de uitoefenprijs lager ligt. Dus laten we voor het gemak ervan uitgaan dat de at the money serie bijvoorbeeld 3,80 is. Dus dit is de at the money. Wat je dan terugziet is dat als die optie verder out of the money is naar beneden, dus out of the money puts, ze relatief gezien duurder worden. Out of the money calls worden relatief gezien goedkoper. Dit heet een skew. Dus we zien hier dat opties met dezelfde afloopdatum en verschillende uitoefenprijzen verschillende implied volatilities hebben. Waarbij de out of the money puts duurder zijn dan de out of the money calls. Is dit logisch? Ja, want als we hard naar beneden gaan, zult u zien dat het relatief gezien veel sneller gaat dan dat we hard omhoog gaan. Het kan niet 10% zomaar op een dag staan. Het kan wel, maar die kans is veel kleiner dan dat het een keer 10% daalt. En dan praat ik over extreme, maar ik zie nog wel eens beweging van 3% naar beneden. Zelden, maar het gebeurt nog wel eens. En in deze fase van de markt zie je ook nog wel eens omhoog dat het hard gaat. Vandaag ging het ook nog best wel hard omhoog. Maar het komt er dus op neer dat er een snelle beweging naar beneden een grotere kans heeft dan een snelle beweging omhoog. En dat heeft te maken met ook de vorm van paniek. Dus dit soort puts, zeker hieronder, zijn een soort crashverzekering. Vandaar dat dit een skew is. Out of the money puts zijn relatief gezien duurder dan out of the money calls. Gaan we naar de volgende. Eerst haal ik even mijn aantekeningen voor u weg. En dan ga ik gelijk naar de volgende slide. En dan hoop ik dat ik zo alles kan regelen. Nou, zie ik dat ik nog één muisklikje moet doen hier.
Hier zien we het scherm staan met de implied volatilities. En het is wel aardig om dit nog even toe te lichten. Aan de linkerkant staan alle call opties. Aan de rechterkant staan alle put opties. Wat zien we hier staan? Dit zijn de juniseries. Nou, simpel voorbeeld. At the money is de 4,90 hier. Daar kunnen we het snel over eens worden. Want we hebben hier een delta van 0,50. Hetzelfde verhaal hier. Wat is de delta? 0,50. Dus de at the money optieserie is hier de 4,90. Als we een out of the money put pakken. Bijvoorbeeld de put 4,50. Flink out of the money. We gaan de 4,50 put bekijken. Wat vinden we dan terug? Hier heb ik hem eventjes omcirkeld. Zien we een implied volatility staan van 21,5%. 40 punten out of the money. 21,5%, koers is ongeveer €1,60. Voor die put. 40 punten omhoog, van 4,90 plus 40 is 5,30. 5,30, zien we hier staan. Boom. Hieronder. Implied volatility, 16%. Dus ik teken hier even 16%. Oké, wat was hij hier? 21,5%. Dus 21,5% staat gelijk aan €1,60. En 16% staat gelijk aan 60 cent. Dus waar komt het op neer? Een optie die in principe net zo ver af ligt van de huidige stand van zaken, van de AX 490, 40 punten naar beneden, 40 punten omhoog, maakt niet uit. Die put is bijna 3 keer zo duur. En dat heeft ermee te maken dat die implied volatility hoger is. Dit zijn een soort crash puts. En ja, en dat is wel even belangrijk om te realiseren als u hiermee werkt. Dat als je zo'n put loskoopt, dat het een soort brandverzekering is. En ja, je moet zeker een brandverzekering op je huis hebben. Maar ik denk niet dat we als belegger continu moeten speculeren dat er brand gaat uitbreken op je eigen huis. Ik zou niet mijn hele vermogen in brandverzekeringen willen steken. Dat kan een keer goed gaan en dan kan je gigantisch rijk worden. Want een brandverzekering kost 0,5% op je huis, de waarde van je huis, zoiets is het. En misschien geldt het hier ook wel, maar ik wil niet dat al mijn geld in brandverzekeringen stoppen. Want als het ene jaar geen brand uitbreekt, ben ik mijn geld kwijt. Dus dit soort series, zeker die out of the money puts, dus dat hele verhaal wat je hier ziet staan, hebben veel hogere implieds. De implied volatility wordt hoger en hoger en hoger naarmate die puts out of the money zijn. Terwijl bij de calls zie je dat die lager en lager en lager worden en die gaan richting de 16%. Out of the money puts zijn dus veel duurder. En ik zeg u eerlijk, deze skew is niet echt heftig. Dus de skew van de volatiliteit hier is over het algemeen, maar ik vind hem niet heel erg steep. Dus eigenlijk valt het wel mee. In een wat rustige markt, als we wat hoger staan op die beurzen, wat we recentelijk veel hebben gezien, dat het echt nog kalm aanging, zeg je dat het verschil tussen die uitoefenprijzen en de volatiliteit behoorlijk hoger lag. Ga ik met u naar de volgende slide. Ga even kijken hoe interessant het blijft om te tekenen. Deze ga ik even iets korter toelichten. Dit is de volatility skew die we eigenlijk op dit moment hebben met de juni opties. Is het een skew? Eigenlijk wel. Het lijkt eerder een smile voor de kenners onder ons, omdat het een soort lachend gezichtje is. Is het niet helemaal, want we gaan een call 700, ja, dat wordt niet eens geprijsd. Dus het lijkt een smile te zijn, maar het is echt een skew waarbij je ziet dat out of the money puts een stuk duurder zijn dan de out of the money calls. Onderin ziet u de uitoefenprijzen op de AEX staan. Aan de linkerkant in de assen ziet u de implied volatility. U ziet dat die zwarte lijn omhoog loopt naarmate de uitoefenprijzen naar beneden liggen. Hè. Dus een put 400 is bijvoorbeeld veel duurder dan een call 560. Nou, dat lijkt hier niet helemaal zo te zijn, omdat die callprijzen zwaar onrealistisch zijn. Er zal niemand zijn die überhaupt daar een quote voor afgeeft. Maar dit is dus wat je ook al terugvindt in ons platform en dit is eigenlijk de standaard manier van hoe een skew wordt getoond. We hebben ook nog een term structure. Nou, die licht ik zo nog even toe met een ander plaatje. Wat je hier eigenlijk ziet, en dat heb ik de vorige keer volgens mij ook kort even aangestipt, is dat de looptijd verschilt en dat de implied volatility ook per maand, in dit geval 1, 2, 3, 4 maanden, verschillend is. Dus we hebben een optie die bijvoorbeeld nog maar 1 maand loopt. Nou, die heeft een volatiliteit van 13%. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een optie die nog 4 maanden loopt. Die heeft een implied volatility van 15% of misschien 16%. En de uitoefenprijs is hetzelfde. Dus het is zo dat
met dezelfde afloopdatum de implied volatility verschilt per optieserie. Dat is de skew, of de smell, hoe je het ook wil zien, hè, afhankelijk van hoe je loopt. Maar je hebt ook nog de term structure. Dan is de uitoefen van prijs hetzelfde. Het zijn allemaal calls 500 of calls 480. Alleen nu verschilt de implied volatility. Een optie die langer loopt, wordt misschien geprijsd tegen meer beweging. Ja, waarom? Omdat ze verwachten dat in de periode augustus of misschien de periode december de bewegelijkheid toeneemt. Ik kan u alvast zeggen, op het moment dat bij wijze van spreken de augustus opties geïntroduceerd worden, dan zie je dat die implied volatility een heel stuk lager staat. Ja, waarom? Omdat het vakantietijd is. Simpel. Vrouwen bloot, handel dood. Niet dat iemand het vorige heeft verzonnen. Dat is al 10 jaar zo. Er gebeurt over het algemeen weinig in juli en augustus. Net zo goed de decemberopties. Ja, ergens begin december beginnen partijen de boeken langzaam te sluiten. En die derde vrijdag van de maand is het niet heel erg volatiel meer. Dus wat je ziet is dat iedere maand ook verschillende volatiliteit heeft. Nou, dat zie je denk ik het beste uitgedrukt in dit plaatje. En dan neem ik graag weer de mogelijkheid om even wat te laten zien. Dit is namelijk, en ik ga even, ja, deze kleur is prima groen hierbij. Dit is de volatility index. En dit is wel aardig. Je kan ook rechtstreeks in volatiliteit handelen. U kunt zeggen, ik koop een call en dan heb ik een exposure tegenover volatiliteit. Ja, is één van de manieren, maar u krijgt er ook nog gratis delta's, gamma's en theta's bij. Als u nou denkt van, tjonge, die volatiliteit, dat is nou eens even interessant. Dan kunt u ook rechtstreeks handelen in futures op volatiliteit en zelfs in opties op volatiliteit. Nou, dan wordt het helemaal gek. Als je gaat nadenken hoe de implied volatility is van opties op de implied volatility. Nou, leuke materie, maar even een stapje te ver misschien voor nu. Wat je ziet is, je hebt in Amerika de VIX index, de volatility index, ook wel de angst index genoemd in de media. Nou, waar slaat dat op? Dat heeft ermee te maken dat die index eigenlijk laat zien wat de volatiliteit is op S&P opties met een looptijd van 30 maanden. Als de beurs omhoog gaat zoals vandaag, zie je dat die volatiliteit afneemt. Nou, en dat is behoorlijk, hè? Dus vandaag zag je dat de volatiliteit, en het was ergens in de middag dat ik dit voor u maakte, met 6% daalde, de index. Cash. Maar wat je ook hebt is futures op die volatiliteit. Dus de mei volatility staat op 13,90 om 13,95. Dus je kan rechtstreeks volatility kopen. Je kan, als je denkt dat die volatiliteit omhoog gaat, een future kopen op de volatiliteit. Nou, tot nu toe staat de cash lager. Dus de verwachting is dat volatiliteit toeneemt tot en met expiratie. Dus zoals het vandaag gaat, de rustige markt, is niet helemaal de verwachting van de markt. En dat zie je eigenlijk een beetje terugkomen met wat er de komende periode ons te wachten staat. Hé, hey, daar is hij weer. 13,95, 15,75, 16,70, 17,20, loopt helemaal op. Januari 2016 ligt die volatiliteit op 19, terwijl die nu rond de 13 staat. Dus de markt verwacht dat in januari de volatiliteit veel en veel hoger ligt dan deze nu staat. En dat heeft misschien ook weer te maken met renteverhoging van de Fed. Wat staat ons te wachten? Wat gaat er gebeuren? Feit is in ieder geval dat de huidige beperkte beweegheid op de markten niet voor eeuwig zou zijn. Tenminste, dat verwacht de markt. En dit is dus een product waarmee u rechtstreeks kunt beleggen, investeren, speculeren. Denk vooral het laatste, speculeren in volatiliteit. Kun je ook doen in de vorm van spreadjes. Je hebt het ook op de Eurostoxx 50. Interessante materie, maar wel heel lastig. Eigenlijk ook weggelegd voor met name de professionele markt. Ik ga weer mijn fantastische gummer bijhalen. En dan ga ik met u richting een van de laatste slides. En dat is misschien wel een van de leukste en oudste. Want dit is niet iets wat ik net heb gemaakt. Dit is een verhaal wat eigenlijk komt uit 2010. Dit plaatje is uit 2010 en iedere keer opnieuw laat ik dit plaatje zien. En dat is niet voor niks. Ik denk echt dat dit een cruciaal plaatje is om te begrijpen wat de werking van implied volatility is. Wat we hier eigenlijk zien staan zijn een drietal opties op de AEX. We hebben het hier over een put 320, een put 330 en een put 340. De blauwe lijn is de 340. De rode lijn is de 330. En dan hebben we ook nog de zwarte lijn, dat is de
3,20. Dus we hebben drie put-opties. 3,40, 3,30 en 3,20. De normale lijn hier, dit bijvoorbeeld, hè, wat u gewoon als bar ziet, dat is de AEX-index. Dus wat ziet u gebeuren? Dit is enkele dagen voor expiratie. Dit is de 15e, 15 mei. Nee, nu lieg ik. Dit is 15 maart 2010. Wat we zien is dat de AEX rond de 350 punten staat op 15 maart. Die opties liepen dus nog enkele dagen. En dat die in no time van 350 zakt naar 344. Dus in een tijdbestek van een half uur zakt de AEX met 7 punten. Wat gebeurt er op de markt? Een put-optie, uitoefenprijs 340, die stijgt van 1 euro, hè, want dat ziet u hier staan, dit zijn de prijzen. Dus we zien hier staan ongeveer 1 euro. Dus van 1 euro naar, boom, 4,50 euro. Put 340, AEX zak van 3,51 naar 3,44. Optie neemt toe van 1 euro naar 4,50 euro. Nou, fair enough. Oké, put 330 stijgt van een kwartje naar ongeveer 2,50 euro. Dus dit is van niks naar 2,50 euro. Put 320 stijgt van een duppie naar bijvoorbeeld 1,50 euro of iets dergelijks. Dus wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat in een heel kort tijdsbestek, als die AEX naar beneden ramt, zie je dat de optieprijzen omhoog schieten. Nu wordt het interessant. Ik ga eventjes alles uitgummen. Wat we zien gebeuren daarna is dat die AEX herstelt. Dus die 3,44 wordt hier aangetikt, maar ja, een paar uur later is het allemaal weer voorbij. Er is geen paniek en we staan weer op een stand van 3,47,5, 3,48. Nou, wat gebeurt er met die opties? Die opties die gieren ook weer naar beneden. Dus zo snel als ze meer waard werden, worden ze nu ook weer minder waard. En dan is nu de grote vraag, wat gebeurt er hier om 14:30 smiddags? Om 14:30 smiddags zie ik dat de AEX lager staat dan dat die 's ochtends stond. Dus 's ochtends stonden we op 344 en om 14:30 smiddags staan we onder 344. Dus de AEX is verder gezakt. Maar, ja, nu komt het. Een put 340 is van 4,50 euro nog maar 3,25 waard. Een put 330 is van 2,5 euro nog maar 1,5 euro waard. Nou, en helemaal sneu wordt het voor die jongens van de 320, want die waren misschien een eurotje waard, maar daar krijgen nu net drie duppies voor, bij wijze van spreken. Dus wat je ziet gebeuren is dat in een tijdbestek van een paar uur die opties eigenlijk helemaal niet echt meer meedoen en dat de beurs verder naar beneden is gegaan. En dan kunt u tegen mij zeggen, ja, hoe kan dat nou? Nou, dan zou je kunnen denken van, het is een paar uur verstreken. Die opties lopen nog een paar dagen, is tijdswaarde. Dat is niet waar. Natuurlijk is er wat tijdswaarde uitgegaan, maar het is niet de tijdswaarde die dit verklaart. U begrijpt, het is de implied volatility. De implied volatility is namelijk gigantisch afgenomen in die paar uur tijd. Waarom? Die implied volatility die ging door het dak heen toen die beurs naar beneden ging. Als we op 3,45 staan, een minuut later op 3,44, waarom zouden we niet naar 3,40 gaan, vijf minuten later? Dat kan. Niemand weet wat er gebeurt. Dus implied volatility, boom, door het dak. Er is paniek. Ja, en dan zie je dus ook gebeuren dat de prijs van die opties door het dak gaat. Op het moment dat die paniek eenmaal voorbij is, à la Lehman Brothers 2008, zie je dat implied volatility begint te zakken. En dat de prijzen van de opties meezakken, maar dat de beurs best nog wel wat lager kan gaan. Langzaam, maar helemaal geen paniek meer. Op het moment dat die paniek weg is, zul je ook zien dat de opties gaan dalen. Niet meer die waardes krijgen die ze eerst hadden. Omdat de implied volatility nooit meer de oude niveaus bereikt. Cruciaal punt. Kijk, dat hij daarna herstelt is misschien ook een reden dat het eigenlijk niks wordt. Als hij hier weer helemaal verder was gegaan, had het natuurlijk nog wel wat kunnen worden. Maar heel simpel gesteld, 10:30 ochtends, 14:30 smiddags. Nou, daar zit een 4 uur tussen. Optiepremies gehalveerd. Zeker bij de out-of-the-money puts. Dat is natuurlijk best heftig, denk ik, voor een hoop beleggers. Je gaat even de hond uitlaten, even boodschappen doen, een hapje eten. AEX staat lager dan toen je wegging en jouw opties zijn gehalveerd. Ja, daar word je niet blij van. En vandaar dat het begrip van implied volatility zo cruciaal is. Juist op momenten dat er veel beweging is, ja, zul je zien dat
wanneer die beweging weer ophoudt, wat je in deze grafiek ook te zien krijgt, wanneer de angst uit die markt weg hebt, dat die opties nooit meer een oude niveau bereiken. Dus in een hele korte periode zie je 's ochtends die implied volatility gelijk al, boom, hoger openen, omdat die beurs gelijk lager opent. Schiet door het dak heen, gaat echt bizar snel. Je ziet van 21% naar 27%. Dus echt wel een beetje sprake van paniek als die AX 2% wegzakt in een half uur. Wie weet wat er nog gebeurt. Op het moment dat die daling wordt gestopt, boem, gaat die beurs weer wat omhoog. Implied volatility, bam, zakt weer helemaal weg. Nou, met als gevolg dat die opties nooit meer waard worden wat ze waard waren. Hier zie je het nog wat groter uitgedrukt. De beurs herstelde toen volledig uiteindelijk. En dat betekent natuurlijk ook dat die opties niets meer waard worden. En ook niets meer waard waren. Wat even cruciaal hierbij ook is, is dat met name die out of the money puts 320, 330... 340 was nog wel op een gegeven moment dicht bij de huidige koers van de AX, maar 330, 320 waren nog ver weg. Die hadden natuurlijk nog hogere implieds. Want dan komt die skew weer kijken. Hoe verder de optie out of the money is, hoe hoger de implied volatility. Dus dat waren echt crashverzekeringen die door het dak gingen. Die moet je nooit kopen op dat soort momenten. Simpelweg omdat je gigantische hoge implied betaalt. En als er ook maar een herstel komt of als die daling wordt gestopt, loopt die implied volatility eruit, die loopt er niet uit, die giert eruit, waardoor jouw opties eigenlijk heel snel weer terug naar af gaan. Vandaar dat je daar buitengewoon voorzichtig mee moet zijn. Je kan beter dat soort opties verkopen en puts die hoog liggen kopen. Dus die dure opties altijd proberen te verkopen en die goedkope opties kopen. Dat is het mooie van puts. Je kan altijd in dit geval at the money puts kopen en out of the money puts verkopen, waarbij je dus de dure opties verkoopt, relatief gezien, en de goedkope opties koopt. Dat is het fijne van put spreads. Relatief gezien is dat minder duur dan bij call spreads. Bij call spreads is het altijd andersom. Want u weet, out of the money calls zijn over het algemeen goedkoper dan in the money calls. Ik zie nog wel een vraag binnenkomen van meneer Kools. Dat bepalen marketmakers dan toch vooraf? Rust of onrust wist toch niemand? Nou oké, marketmakers hebben een pricing model. De Black & Scholes formule die we eerder lieten zien, maar dan een stuk uitgebreider met variaties erop. Een van die inputs is die implied volatility. En die implied volatility wordt ook bepaald door onder andere u. Want als je dat helemaal terugrekent, dan heeft iedere bied- en laadprijs een implied volatility. Dus het is niet zozeer 3 euro bieden, 3,5 euro laten. Het is 16% bieden en 16,2% laten. Implied volatility is uit te drukken in de vorm van de bied- en laadprijs. Wat je dus ziet als u allemaal opties gaat wegkopen, u gaat allemaal puts kopen, u gaat allemaal dekking aanschaffen, dan gaat die implied volatility omhoog. Dus uiteindelijk doen we dit ook met de markt. Dus wij, u en ik, andere beleggers, iedereen die meedoet op de markt, bepaalt uiteindelijk ook de implied volatility tot een bepaalde hoogte. Als er heel veel vraag is, zal je zien dat vanzelf die implied volatility omhoog gaat. Heel veel vraag naar bescherming betekent uiteindelijk dat de prijzen omhoog gaan. Dus het is een verhaal waarbij u meedoet, waar ik meedoet, waar we allemaal meedoen. En uiteindelijk zorgen we er allemaal voor dat dit op de borden verschijnt. En ja, rust of onrust. Als ik een marketmaker ben, ik ben bereid prijzen af te geven, dan ga ik ook ten eerste mijn prijzen wat wijder stellen. Op het moment dat er meer onzekerheid is. Als de uitslagen groter worden, dan trek je je prijzen uit elkaar. En dat leidt ook in dit geval zeker tot de toename van de volatiliteit. Ik heb eigenlijk mijn stof behandeld en ik wil mijn excuses aanbieden dat ik zwaar over tijd ben gegaan. Ik zie hier 25 minuten staan. Dat is Ik hoop dat u het niet erg heeft gevonden. Ik praat hier graag uren over door, want het is echt hele interessante materie. Als u nou denkt van ja, leuke introductie, ik wil er wel eens wat meer over weten. Legio boeken geschreven, helaas vrijwel allemaal in het Engels. Hier staan een paar klassiekers. De eerste, Option Volatility and Pricing. Ja, dat is echt wel eventjes eentje die je niet voor je lol leest. Maar wel een klassieker die vroeger op de beursvloer lag. En die iedereen wel heeft gelezen die zich in professionele zin met opties heeft bezighouden. Daarnaast heb je ook nog Trading Option Greeks. Een stuk luchtiger en denk inhoudelijk heel sterk als je wat meer wil weten over de begrippen die we tot nu toe behandeld hebben. Ja, en als laatste, misschien voor de gelovigen onder ons, de Bible of Option Strategies. Ja, daar kan je echt 1001 dingen terugvinden over strategie, et cetera. Ik ben daar wat minder fan van, ook door de auteur, meneer Cohen.
wel een succesvolle hedge fund manager, maar er zit nog een heel verhaal achter. Laat ik even wat het is. Wat hebben we op de agenda staan? Opties handelen, handelsstrategie deel 3. Volgende week donderdag sta ik hier opnieuw. Niet alleen, want ik heb hier een hele goede regisseur zitten die alles netjes in goede banen leidt. Dat is het mooie van deze studio. Het is nu echt een heel proces geworden. We gaan het dan hebben over onder andere de strategieën in verschillende markten. U verwacht de stijging, ik kom met een strategietje, hoe gaan we daarop inspelen? Dat soort zaken ga ik doornemen, dus meer en meer de praktijk in. En uiteindelijk ook de Risk Navigator. Hoe ziet dat eruit in ons platform? Wat kan je daarmee doen? En hoe past u dat als belegger toe? Ik wil u in ieder geval bedanken voor uw interesse en aandacht. Ik zie eigenlijk dat iedereen is blijven hangen, dus dat vind ik wel heel leuk. Ondanks dat we relatief kleine groepen hebben, is het erg goed om te zien dat u bent blijven hangen. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik bedank u in ieder geval voor uw interesse en aandacht. Mocht u het nou toch nog vragen hebben, stel ze even in de chat of stuur mij een e-mail naar t.schaaf@links.nl. Via Twitter kunt u ze ook stellen of u kunt mij volgen, met name voor de morning calls, et cetera. Daar laat ik regelmatig mijn visie op de markten zien. Ja, en mocht er nog wat in u opkomen, dan kunt u uw vraag aan mij stellen. Ik zie hem hier direct binnenkomen. En als er geen vragen meer zijn, wil ik u in ieder geval bedanken voor uw interesse en wens ik u ook nog een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken en in ieder geval graag tot de volgende keer.